hier zie ik er sowieso wel een stuk of... Nou ja, je kan je voorstellen dat dit er 2 jaar terug op een hele ochtend 20 waren. Nou, die hebben we nu wel uit die paar vuiken. De geleedpotige Amerikaan woont hier al jaren en heeft het erg naar zijn zin. Want het worden er steeds meer. Geen natuurlijke vijanden, 10 jongen per gram lichaamsgewicht. Dus als je een kreeft hebt van 40 gram, die gewoon heel erg veel voorkomen, hier in die grootte, 400 jongen per jaar. De visser, die eigenlijk uit is op paling, heeft ze nu als bijvangst. 7, 8. Nou, dat waren er 8. 8 van de nacht. De kreeft heeft geen natuurlijke vijanden en fokt er dus op los. Maar volgens het Hoogheemraadschap, de waterbeheerder, is er geen reden tot zorg. Nee, wat ons betreft is er nog niks aan de hand. Maar we volgen het wel, hè. Kijk, het heeft natuurlijk aspecten van dat je denkt van nou, er kan van alles gebeuren. En Nederland is een open land en dat moet je ook zo houden. En er komt af en toe een dwaalgast. En die kreeft is een dwaalgast. Simpel verhaal. Beest hoort hier niet. Beest vermeerdert zich explosief. Gaat ten koste van onze lokale flora en fauna. Je moet hem gewoon bestrijden waar je hem bestrijden kan. De man uit de praktijk vindt dat er maatregelen genomen moeten worden. Kreeftvissen met speciale kooien moet legaal worden. Nu is dat nog verboden. Dan kan je het jaar rond kan je de kreeft bevissen. En bevissen betekent bestrijden. We inventariseren, houden het bij. En als het uit de klauwen mocht lopen, ja, dan moet je een gezamenlijke actie. Sportvissers, beroepvissers, water- en natuurbeheerder, denk ik dan aan.